Hi en leuk te kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Eva en ik wou het met jullie hebben over een lastig onderwerp. Of tenminste wat ik hoor van anderen dat ze vinden dat het een lastig onderwerp is. Ja, dan gaan we met z'n allen uit eten en dan is er niks veganistisch. Dan zit ik maar weer aan de sla. Mensen denken alleen dat ik sla eet. Bladibladibla, dat soort dingen. Of ik ga bij mensen uit eten en er is niks voor mij. Dan denk ik, heb jij dan van tevoren niet met deze mensen gecommuniceerd dat jij 100% plantaardig eet of dat jij 100% veganistisch eet of vegetarisch eet? Het maakt eigenlijk niet zo, eigenlijk maakt het niet eens per se zoveel uit of het nou vegetarisch of veganistisch is. Als jij besluit om anders te gaan eten en je hebt wel al met mensen afgesproken, bel er dan even naartoe van tevoren, niet een dag van tevoren, maar gewoon even een halve week van tevoren of zo, weet ik het. Lieverd, leuke afspraken, ik heb er heel veel zin in, maar ik heb vanwege gezondheidsredenen, ethical reasons, maakt niet zo heel veel uit. Ik heb besloten om anders te gaan eten. Is dat een bezwaar voor jou? En zo ja, dan zal ik dan zelf eten meenemen. Betrek het dan op jezelf, houd bij jezelf. Heb het er dan vooral over dat je zelf dingen aanbiedt. En mijn ervaring is dat mensen dat liever niet doen. Die zeggen, oh geen probleem, ik pas het aan. Mijn ervaring, maar je moet het van tevoren even melden. En datzelfde geldt voor veganistisch eten, hetzelfde geldt voor vegetarisch eten. Ook mede vegans en ook mede vegetariërs zijn vaak kuddedieren. Dus die gaan het liefst mee, want die willen niet lastig zijn voor anderen. Ik denk dat je veel lastiger bent voor anderen als een ander uren in de keuken heeft gestaan en jij komt daar aanzetten en dat die ander maar moet ruiken dat jij je voedingspatroon hebt aangepast. Dat kan natuurlijk niet, want die ander heeft ook geen glazen bol. Dus zorg dat je duidelijk bent. Daarnaast heb ik als iets wat mij nog altijd verbaast, is dat er mensen dan zeggen, ja nou dan eet ik het toch maar wel, want ze hebben hun best gedaan. Nee, ik ben rechtlijniger in. Als ik bij iemand kom en ik heb van tevoren gezegd dat ik vegetarisch veganistisch ben, of in mijn geval vegan, en ik heb aangeboden, moet ik anders zelf eten meenemen? Nee, dat hoeft niet. Er wordt voor geregeld en er blijkt toch niks te zijn, dan eet ik niet. Voel ik me wel beroerd over, want ik wil ook graag eten. Maar ik eet niet. Ik ben daar zeer, zeer duidelijk in. Want mijn ervaring is, als je de ene keer het wel doet en de andere keer het niet doet, dan gaan de mensen geen rekening met je houden. Terwijl als jij daar zeer rechtlijnig, zeer duidelijk in bent, dan is er nooit een probleem. Mijn ervaring is dat het altijd heel makkelijk dan gaat. En sommige mensen vinden het zelfs een hele uitdaging als ik kom. Dan worden de kookboeken van stal gehaald, dan wordt helemaal breed uitgepakt. En geweldig. Mensen zeggen dan altijd, oh ik heb dingen in het nieuwe geproefd en dat is zo leuk. En dan hoor ik mensen, ja maar het veganistisch is soms zo moeilijk, want als jij uit eten gaat dan is er alleen maar sla. Bel van tevoren op naar een restaurant. Of als het spontaan gaat, nou dan hou je toch even op een sla en dan ga je daarna ergens falafel eten. Of dan eet je voor die tijd even wat extra's. Ja maar mensen denken dan dat je alleen... Natuurlijk niet, je nodigt die vrienden, want dat zijn hopelijk toch vrienden waarmee je een hapje gaat eten. Of collega's, nodig ze een keertje bij je thuis uit. Of ik heb een vriendin die stiekem ondertussen steeds nieuwsgieriger wordt naar mijn manier van eten. Die zei, goh, zullen we dan dit of dat doen? Die kwam mij zelf mee. Die had een foto op mijn Instagram gezien over de Vegan Junk Food Bar. Die zei, voor ons jaarlijks eten, wij gaan één keer per jaar gezellig samen lunchen. Goh, zullen we dan naar Amsterdam gaan naar de Vegan Junk Food Bar? Natuurlijk, leuk. Dus die neem ik mee en die laat ik daar de dingen ervaren. Ik denk, hoe krompener en hoe moeilijker jij ermee omgaat, hoe moeilijker het wordt. Ben duidelijk voor jezelf, ik wil dit, dit en dit. Leg dat uit aan een ander, ik wil dit, dit en dit. En als jij je daar bezwaard over blijft voelen, dan moet je echt goed bij jezelf te nagaan waarom jij je daar bezwaard over blijft voelen. Of voel je dat... Ja, ik in mijn vriendenkring heb er echt geen probleem mee, ook met degene die dus niet veganistisch eten. Ja, het meeste deel is nu ondertussen vegan, maar dat is echt niet altijd zo geweest. Ik ben ook altijd een van de weinigen geweest die vegetarisch was. En ook dat heb ik eigenlijk nooit als vervelend ervaren. Eén keer op een borrel om mijn werk, omdat we toen met een groter bedrijf waren. En daar waren alleen bitterballen. Dat ik echt dacht van jongens, had er dan niet iets anders kunnen verzonnen worden? Gewoon een vegetarische bitterbal of veganistische bitterbal zijn er ook gewoon hoor. Maar ja, sommige mensen vinden het heel moeilijk om out of the box te denken. En ik denk dat dat ook de reden is waarom sommige mensen het lastig vinden om... een ander teleur te stellen, terwijl ik denk het heeft ook te maken gewoon met communicatie. Vertel waarom je iets doet en handel daarnaar. Dat is hetzelfde als de mensen die
uitgaan en niet willen drinken. En aan het eind van de avond zo lam zijn omdat ze te veel hebben gedronken. Dan denk ik, waar zijn dan je principes? Maar dat is mijn mening. En nogmaals, even spieken of ik alles van mijn lijstje. Ik heb even een kort lijstje gedaan. Ja, vermoeilijke familie en vrienden. Leg ze duidelijk uit. Leg uit aan oma's recept dat je al 60 jaar bij oma eet. Sorry oma, ik doe vanwege mijn buik eet ik geen pasta met kaas of weet ik veel wat. En de familietradities, dit en dat. Mijn ervaring is als jouw familie jou steunt en van jou houdt, dat die er echt niet moeilijk over doen. En ik snap dat het lastig inderdaad is als jij een familie hebt die nooit ergens rekening mee houdt. En dan lekker je eigen bak eten mee. Niemand is die zegt dat dat niet mag. En mijn ervaring is dat er echt geregeld in jouw bak wordt gekeken wat jij meeneemt hoor. En dat daar heel wat inspiratie uit vandaan komt. Dus, ben duidelijk naar mensen. Communiceer erover. Neem desnoods zelf je eten mee. En voorkom daardoor gewoon vervelende situaties. En ga dan niet alsnog overstag. Gewoon duidelijkheid voor alles en iedereen. Dat is het echt het allerbeste. Zo, lekker zijvideo. Dankjewel voor het kijken. Heb je verder vragen, opmerkingen? Heb jij hier ervaring mee? Laat het natuurlijk weer beneden achter. En hopelijk zie ik je in de volgende video.